Verkennen van een marathonhindernis. Ja, ik zet hem nog even niet aan, want ik heb tijd nodig. Je weet niet wat er met me gebeurt. Echt waar. Ik ga staan bij de start en finish. En dan probeer ik zo poortjes A, B, C, het zijn er maar 6 eigenlijk. En die probeer ik dan een beetje te zien. En ik kan toch nergens die rode B vinden. Ik kan nergens die rode B vinden. Storm, onzekerheid, twijfel. Tekening is altijd anders dan een... Tuurlijk, er staat iemand tegenaan, die staat mooi rustig te roken. Het gaat helemaal niet om die man of vrouw die staat te roken. Maar bij monden is dat alweer, het prikkelt alweer. Nou, dan denk ik, ik ga lopen. Stoïcijns, eens, ik let nergens op. Ik wacht even tot het rustiger is en dan ga ik lopen. Nou, hup, dan gaat het op A, B en dan struikel ik. Ja, ik struikel. Loopt iemand met zijn hond, met een lange lijn. Stoïcijns, oh sorry, excuus, leuk hondje. Oh, sorry, hoor. Nee, ik ga weer door. Ja, nee, ja, kom. En dan loop ik zo, A, B en loop ik zo naar D. Want ik was met dat hondje toch bezig. Hond eindigde op D, D. Ja, Kerahano. Het was ook, het lijkt ook wel eens op elkaar in ieder geval. En dan zijn er ook mensen die lopen ook naast me weer. Van B naar C gaan we rechtsom. Nou, dat sla ik op. Ik wil altijd linksom. Ik loop rechtsom dan. Wat dat betreft is dat heel moeilijk. Ik doe alles aan om het in mijn geheugen te printen. De Max Geheugentrainer. Blijf ik bewerken, blijf ik doen. Maar het stormt. En ook die input. Dat waar dat hondje struikelt en waar iemand staat te roken, let op, dat komt straks terug. Want het blijft hangen, de rottige dingen blijven hangen bij me. En wat ik moet onthouden, dat is even minder, dat is niet te geloven.